dat ze ook respect voor ons hebben. En ze konden het niet zo gigantisch vastzetten zoals ze bij de Italianen hebben gedaan. Omdat wij nog altijd Ruud en Marco voorin hebben. En als die voorin blijven hangen, dan kunnen ze niet met z'n allen blijven komen. Dus ik denk dat wij ons op een gegeven moment goed ertegen gewapend hebben. En ik denk dat we vooral de tweede helft terecht kampioen zijn geworden. Je hebt een hoogst merkwaardig en een vreemd jaar achter de rug, want het was eerst helemaal niks en het is alles geworden. Ja, maar we moeten niet steeds terugkijken op het jaar wat achter de rug is. Dit moment, daar geniet ik van. En wat gaat komen, dat weet je niet. Veel plezier. Dankjewel. Als we nog steeds in de lucht zijn, dan ga je kijken of we even naar Ruud Gullit kunnen. We gaan even naar Ruud Gullit, we zijn rechtstreeks. Ja. Mag ik Emiel Schelvis even storen rechtstreeks de televisie? Hallo Ruud, net heb ik jou gefeliciteerd, nog een keer van harte gefeliciteerd. Bedankt. Ik denk, ja. Ik denk dat je de revanche hebt gehaald op een hoop mensen die twijfelden aan jouw capaciteiten, die toernooi. Ja, nee, twijfelde. Kijk, iedereen had hoge verwachtingen van mij. En dan voel je dan iets van dat het er niet in zit. Dan moet je je mentaliteit 180 graden draaien en alleen maar voor je elftal spelen. Met die instelling ben ik steeds de wedstrijd ingegaan en dat heeft de ploeg geholpen. Mijn ploeggenoten hebben zoveel waardering daarvoor gekregen. En ook Michels. En het gekke is, naarmate het toernooi vorderde, kreeg ik ook steeds meer bewondering van de pers, want die begrepen het is niet. Even kijken. En nou, naarmate het toernooi vorderde, ging je ook iets beter spelen. En toen kon je toch, nou we zien het in deze wedstrijd, kan je tot iets beslissends zorgen. Ja, dat roept was iets beslist, want het was een breekpunt in de wedstrijd natuurlijk. Ja, hun viel aan als gekke en dan krijg je een goal tegen, dat breekt hun moraal. Helemaal. En een kopgoal en daarna een geweldige spurt naar de achterlijn. De opluchting voor jezelf, de eerste doelpunt van hier. Ja, maar nog niet eens zo van mezelf. Ik, op een gegeven moment ik had gescoord en ik, het eerste wat ik wilde doen waren mijn teamgenoten wilde ik in mijn armen nemen. Omdat die zou gestuimd hebben door die hele tijd heen. En dat was het fijne gevoel. Dat was het heerlijkste gevoel dat ik heb gehad. Stond bedankt de groep 88, euro 88. En hij heeft gezegd, hij heeft echt wel een traantje van moeten laten. Hij was zo geëmotioneerd door zijn vrouw gebeld. En hij zegt ook, ja, als jullie die cup niet pakken, dan geef ik hem weer terug. Ik zeg, nou, daar krijg je echt geen kans voor. Want we gaan er echt tegenover. Het was eigenlijk zo'n beetje voor Michels en voor die beker, weet je. Het was heel gek. Wat maakt Michels speciaal voor jou? Ja, het is een heerlijke man om mee te werken. En meer woorden heb ik niet. Ik vind het een hele fijne kerel. Ik vind het, voor het Nederlandse voetbal is het toch weer... Jammer, maar zo gaat het in Nederland, hè? Goed, ja, we gaan verder in Nederland. Ik ga even doorlopen. Ruud, de andere mensen van de pers, die gaan even met jou bedanken, hè?